Kersten NV en Quality hebben gisteravond een lezing georganiseerd over cybersecurity in 2018. De lezing was bestemd voor leidinggevenden van bedrijven. Volgens de organisatie beseffen directeuren en leidinggevenden nog niet dat cyberincidenten geen ver van hun bedshow meer zijn. Nilesh Bisisser, General Manager van Quality, zegt dat veel executives denken dat cybersecurity een technische aangelegenheid is. Maar wanneer het misgaat, realiseert men zich dat het niet slechts een technisch probleem is. Een cyberaanval kan namelijk de hele bedrijfsvoering stilleggen, zegt Bisisser. Cybersecurity niet alleen meer een aanval is op infra. Cybersecurity heeft te maken met de mens, het proces en daarna de techniek. Heeft u gehoord van de CEO-fraude bij het Pathé Bioscoop in Nederland? 19 miljoen weggehaald. Let op, hier heeft de techniek niet gefaald, hier heeft het proces gefaald. Het menselijk proces, het organisatieproces. Want de mensen, de directeuren zijn op een gegeven moment ontslagen door corporate, omdat ze zeiden jullie hebben gefraudeerd. En het bij de rechter in Nederland aankopte. Het is erg belangrijk dat het Surinaamse bedrijfsleven beseft waar ze zich aan blootstelt. En hoe ze op een verantwoorde wijze omgaat met digitalisering, benadrukte Bisisser. Inleider Jules Emmanuels gaf aan dat 90% van alle cyberincidenten veroorzaakt wordt door menselijke fouten. Met zijn presentatie heeft hij een aantal valkuilen in beeld gebracht en die vertaald naar strategische inzichten. En denk even aan uw eigen organisatie, hoeveel e-mails u verstuurt. Persoonlijk en hoeveel de hele organisatie verstuurt. En 1 op de 131 bevat malware. En daarbij kan ik u zeggen dat dit een zeer conservatieve, behoudende schatting is. In Nederland, de datalekken, zaken die verkeerd gaan, die zijn met 70% gestegen, al dus de autoriteit persoonsgegevens. En dat laatste, ongeveer 1 op de 2 meldingen, heeft te maken met de gegevens naar iemand verkeerd sturen. En dat houdt in, dat heeft niets met techniek te maken, dat heeft te maken met menselijk handelen. En het menselijk handelen staat aan de basis, daar willen we u vandaag ook in meenemen. Het heeft geen zin om de techniek aan te pakken op het moment dat het menselijk handelen, dat de bewustwording niet aangepakt wordt en dat het niet wordt onderkend. Inleider Jules Emmanuels gisteravond tijdens de lezing Cybersecurity in 2018. Inzichten voor executives. Het doel van de lezing was om de bewustwording te vergroten bij directeuren van executives van het Surinaams bedrijfsleven met betrekking tot cybersecurity. De lezing is gehouden in de vergaderzaal van Hotel Krasnapolski.